ik ben Demi. Ik ben 19 jaar en ik heb gekozen voor de opleiding maatschappelijke zorg. Mijn moeder heeft me heel erg geholpen met zoeken en met rondkijken wat echt bij mij paste. Ik ben begonnen met een opleiding VMBO basis op zorg en welzijn. Toen ben ik doorgestroomd naar zorg en welzijn MBO 2. Na de MBO 2 opleiding twijfelde ik dus tussen maatschappelijke zorg en onderwijsassistent. Het helpen van mensen, daar werd ik gewoon helemaal blij van. Maar juist doordat ik dat zo fijn vond, heb ik voor de maatschappelijke zorg gekozen. Omdat ik het fijn vind om groei te zien bij mensen. En mensen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Ik vond die open dagen heel belangrijk, vooral om het inzicht te krijgen van verschillende kanten. Je hoort namelijk het verhaal van de docent en de student. En je hoort meer dan dat je op internet kan lezen of van mensen uit je omgeving hoort. Tijdens Theatext gaan we eigenlijk activiteiten doen. Dus de activiteiten die je nodig hebt om een bepaalde doelgroep te stimuleren of te vermaken. We hebben bijvoorbeeld agogiek. Dat is een beetje het inzicht, dus het inlevingsvermogen van iemand. Kunnen inschatten en je daaraan kunnen aanpassen. We hebben ook ontwikkelingspsychologie. En dat houdt in dat je leert eigenlijk hoe een mens zich ontwikkelt in verschillende levensfases. Je krijgt ook stage, maar dat begint pas in het tweede leerjaar. Ik zit zelf nog in mijn eerste leerjaar. Ik werk wel al op een woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen. Daar werk ik nu een half jaar. En is mijn contract met een jaar verlengd, dus ik heb al anderhalf jaar ervaring als ik mijn stage begin eigenlijk. Mijn tip voor jou is, praat met mensen in je omgeving over het maken van je studiekeuze. Ja, die SLB'er die helpt je inderdaad met je studiekeuzes, met wat je wel niet prettig vindt aan de opleiding. Inderdaad, als je soms even vastloopt, het is echt iemand die je ondersteunt op het MBO. Als mensen opbloeien door iets wat jij doet of creëert. Dus stel je doet een activiteit met de mensen en je ziet ze helemaal blij ervan worden. En helemaal bezig zijn met hun ding. Daar word ik echt heel blij van. Dat geeft me echt wel voldoening.